Mensen. Laat de motoren brullen vandaag voor onze mensen daar. De Peringatan Rideout van 2024 vormde een 7 kilometer lange stoet van ruim 900 motorrijders die vanuit Groningen naar Almelo reden. Tijdens de stops in Bovensmilde en Hogeveen werden net als op het eindpunt in Almelo de Hari Peringatan herdenking gehouden. De aankomst in Almelo was spectaculair. Goedemiddag allen. Ik wil graag jullie aandacht vragen voor de ceremonie die nu zal beginnen en het hijsen van de vlag. Jullie zijn gaan rijden opdat onze mensen in de Molukken vrij zouden kunnen leven. Dit is de offer die jullie hebben gebracht. Met jullie vrienden, Molukse motorrijders, Nederlandse motorrijders, Surinaamse motorrijders, jullie hebben allemaal een offer gebracht. Gisteren was de Hari Paklawan. Toen hebben wij herdacht dat meester Dr. Chris Somokiel het leven heeft gelaten door executie, door de Indonesische
regering. De vlag zal nu half stop worden gebracht met aansluitend 1 minuut stilte. We zitten hier allemaal om een bepaalde reden. De mensen daar hebben het moeilijk en door middel van dit evenement kunnen we die mensen daar ondersteunen. Kunnen we de mensen die protesteren en worden opgepakt ondersteunen. En daarom is het zo mooi dat wij hier Almelo binnenkomen rijden en gewoon de massaal de bevolking van Almelo hier zien. En zeker ook naar degenen die het georganiseerd hebben, is dit ook een signaal. Wij zijn een eenheid. Wij laten ons niet coördineren. Allemaal ook bedankt. Het was fantastisch. En voor de rijders.